Onze G-ploeg is een van de communityprojecten van Club Brugge, waarbij we wekelijks een 40-tal jongeren willen laten voetballen, jongeren met een beperking laten voetballen, zodat eigenlijk op hun niveau, op het niveau van die kinderen, kan gespeeld worden. Het is eigenlijk zo dat ik zelf twee jongens heb die een mentale beperking hebben. En zo'n goede 10 jaar geleden eigenlijk waren we op zoek achter een voetbalploeg om te kunnen spelen. En dan heeft men mij gevraagd eigenlijk om hier in Brugge ook te starten met een G-voetbalploeg. Afhankelijk noemden we dat de Brugse Shotters. En na het tweede seizoen zijn we dan eigenlijk aangesloten bij Club Brugge Foundation. Dag Dirk. Wie kent er die meneer, jongens? Dag Verhagen. Bart Verhagen. Wat is Bart Verhagen? Voorzitter van Club. Heel die foundation, die bij ons toch wel een heel belangrijke werking is, is dat wat Club Brugge maatschappelijk betekent. Ook naar iedereen die een beperking heeft of iedereen die in de maatschappij niet heeft dat meegekregen, vandaar proberen wat te compenseren en wat terug te geven en het leven leuk en plezant te maken. Dat is onze plicht en dat vinden wij heel belangrijk. En daarom ook dat op onze shirt reclame staat. Hey Jonas, aannemen en trappen, kom aan. Hup, niet wachten. Mijn zoon heeft geprobeerd bij een gewone ploeg, maar ze hoort nog maar autisme en hij mocht zelfs al niet komen. Dus we zijn wel blij dat er zo'n initiatieven bestaan, want anders had hij eigenlijk nooit kunnen voetballen. Nieuwe schoenen? Ja man, gekregen van? Van de winkel, verkocht in de winkel. Voor mensen met een beperking is het ook niet altijd evident om een goede sport te vinden waar je kan bewegen. En beweging is ook wel belangrijk voor hen, zowel voor het fysieke, maar ook voor het mentale. Ik vind over het algemeen wel meer fair play dan in gewone wedstrijden. Als ze te veel doelpunten maken, is het direct van ja, je moet jullie inhouden en nu mogen je niet meer scoren, want de andere ploeg moet scoren. En... Het is af zo'n verleden jaar geweest, het was Club Cirkel. En Club stond nog veel voor. En het hebben een paar van onze gasten een cirkeltrui aangedaan en meegespeeld met Cirkel. Ik heb nog iets voor jullie. Je bent allemaal samen met nog iemand van uw familie. Welkom op de thuiswedstrijd dat we volgende zondag spelen tegen Kortrijk. De aantrekkingskracht is natuurlijk van wij spelen met het truitje van Club Brugge. Voor de jongens dat wij spelen bij Club Brugge. En dat geeft toch wel een meerwaarde. Dat maakt het voor hun alleen maar mooier en toffer nog. Vrienden!